Dames en heren, goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom, 50 jaar later. In 1974 is het zwembad op dezelfde dag als vandaag geopend door wethouder Postma. De wethouder had zich enorm ingezet om een zwembad te realiseren in Reeuwijk. Reeuwijk was een florerende gemeente, er was voldoende geld en in die mate voldoende geld dat er een zwembad zelfs gebouwd kon worden. De firma Bontebal uit Reeuwijk heeft het zwembad gebouwd en de heer Postma heeft het zwembad geopend. De eer moest hem gegeven worden. De belangstelling was enorm toen. Meer dan 500 mensen, kan je nagaan, die stonden hier allemaal om het bad heen. Dat was een geweldige happening. We hadden zelfs nog een muziekvereniging, Crescendo. En we hadden ook nog eens een keer de Raad van Elf die het geheel kwam opluisteren. Ik heb hier 7 jaar mogen werken met heel veel plezier, met een geweldig leuk team. Helaas is een van de teamleden overleden. Daartegenover staat dat we werkten toen de tijd met zwemonderwijzers. Ja, en zwemonderwijs wil zeggen dat je de zwemlessen mag geven aan scholieren en aan privé zwemlessen. Nu hebben we met een mooi woord allemaal badmeesters. En wat zegt het woord badmeester? Mag toezicht houden aan het zwembad. Hierdoor is eigenlijk met min of meer zwemlessen verdwenen. Dat ik nog steeds heel jammer vind. Later ging Reeuwijk en Bodegraven samen. En wat gebeurde er? We kregen een hele mooie sterfconstructie. Het zwembad ging heel geleidelijk aan naar beneden toe. Initiatiefnemers, zoals Diederik en zijn team, hebben gelukkig het initiatief genomen om de VUT te blijven runnen. Ik wens de VUT dan ook heel veel mooie jaren nog bij deze. Heel veel mooie zomers. En door het hijsen van de vlag noem ik het, dus het VUT is geopend. Meneer Gerard van Asten, heel hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Dank u wel. En met de opening van dit zwembad. Oké, heel fijn gedaan. U bent een van de eerste badmeesters hier, of ik mag niet zeggen badmeester, maar zweminstructeur, hè? Zweminstructeur, ja. Maar dat was Peter Binken dus de allereerste, was die, hè? Ja. En die heeft 7 jaar hier gezeten. Maar u was echt zweminstructeur, ja. U mocht zwemles geven, hè? Ja. Je moest je zwemonderwijzer halen, ja. Toen had je eerst assistent. Toen kreeg je zwemonderwijzer en dat ging weer een jaar, anderhalf jaar overheen. En toen heb ik een bedrijfsleidercursus gehaald voor de machinekamer en dergelijke, chemicaliën. En dat heb ik toen allemaal gehaald. Ja. En hoeveel mensen heeft u opgeleid, denkt u? Zwemles gegeven? Nou, ik heb ze toen een keer geteld. Ik denk zeker 35 tot 4000 kinderen. Ja. Maar ook oudere mensen die dus kwamen zwemmen. Van joh, kan ik hier een diploma halen? Nou, dat hebben we gedaan. Ja, okay. Maar alle dingen die ik dus hier zie, is allemaal van oudsher. Dat is dit ook. Dus het is gewoon 50 jaar oud. Ja, ja, ja. Het zwembadje, de glijbaan heb ik toen ook laten installeren. U kent het weer. Ja, alles is, dit is dan wel voor de medewerkers gedaan. Voor de regen en voor eventueel voor de zon. Maar het is gewoon, de toren ook, die hebben ze ook opnieuw gerestaureerd, ja. Heb ik allemaal begrepen. Ja, ja. En er zijn een heleboel dingen die zijn dus standaard blijven staan. En, ja. Nou. Het blijft een mooi hart van diploma. En, ja. Ja. Of hart van diploma, hart van ja, ja, van Reeuwijk. Ja. Hè? Ja. Meneer Binken, wat een feest dat u nu toch weer na 50 jaar opnieuw het zwembad kan openen op 30 april. Ja, het is echt uniek. Ik had nooit geleerd. 50 jaar geleden had je dit soort dingen helemaal niet gedacht natuurlijk, dat je dat zou kunnen. Nee. Ja? Ja. Maar het is geweldig dat dat nog steeds bestaat. Ja. Ondanks alle prikkelingen die het meegemaakt heeft. Ja. Ja? Ik heb zelf 7 prachtige jaren hier gehad. En met een geweldig team gewerkt altijd. Ja. Het zwembad floreerde toen ik in 81 afscheid nam. Heel gezond. We zijn altijd binnen de kaders van de begroting gebleven, wat heel belangrijk was natuurlijk. En ja, helaas heeft de gemeente toen een sterfhuisconstructie, noem ik het, toegepast. Waardoor het zwembad heel geleidelijk aan is afgegleden. Het zwembad is oorspronkelijk betaald van het geld uit de surfplas, ja, deels is dat inderdaad. En het zou eigenlijk in principe met
Er waren meer participanten. Ja, zou er ook nog een 50 meter bad komen daar. Oh, ja. Dat is op het laatst afgeketst, ja. Ja, want daar waren de financiële middelen niet toereikend voor. U was ook in dienst destijds? U was gewoon betaalde kracht? Ja, ja, nee, ik was bedrijfsleider hier en in dienst van de gemeente. Ja, prachtig. Ja, dus het was gewoon een fulltime job, zeg maar. Ja. Ja? Weet u nog wat voor weer het was, 30 april, 50 jaar geleden? Kouder dan nu. Ja. Mensen stonden, we hebben ruim 500 mensen waren er, stonden met dikke jassen aan om het zwembad heen. Postma deed de openingsreden en die zei toen, we hebben het zwembad gegeven aan de gemeente, de gemeenschap van Reewijk. En dat is een geschenk. En ik heb altijd in mijn gedachten beleefd van, een geschenk moet je koesteren, moet je zuinig op zijn. Ja, dat moet je exploiteren op een manier die verantwoord is. Ja. Nou, bedankt voor de opening. Graag gedaan. Ja, en jullie bedankt voor jullie tijd die hierin geïnvesteerd. Dank u wel.